Onderzoekers gaan experimenteren met een bellenscherm om schadelijke microplastics die in het oppervlaktewater zitten op te vangen. Dit zou moeten voorkomen dat ze in onze oceanen en drinkwater terechtkomen, want ze zijn schadelijk voor mens en dier. De meeste microplastics komen uit onze cosmetische producten, zoals shampoo, zonnebrandcreme en make-up.